Moeten we wanhopen na een natte 2-0 verliespartij? Kunnen we het zonder fans op Oostende? En blijft vrij bij Antwerpen? Je komt het hier misschien niet met, met volle 100% zekerheid te weten. Maar ik ga het er wel over hebben samen met. Thomas Lembroek en Tim Penny. En ik ben Dylan van Rooij. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Vierkante Paal. al wat versproken tijdens de eerste zin. Dat is goed, mannen. Uh, helemaal in lijn van het, uh, van het spel van, uh, van onze speler Stinks uh, van de afgelopen weken. Uh, dat was een, moeilijke. Het was een moeilijke partij voor Stinks en voor eigenlijk heel de ploeg, denk ik. Hè. Thomas, hoe dat heb jij de wedstrijd beleefd? Uh, ja, dat dan. De Stinks uh, deed me terugdenken aan de Stinks van het begin van het seizoen. Dat is niet goed. Ja. Ik, ik, ik start er niet mee om die jongen volledig onder de bus te gooien, want dat wil ik zeker niet doen. Maar wel omdat het zo opvallend was, omdat hij de, de vorige wedstrijden zo magistraal was en mm -hmm. dat hem het nu wel echt heel moeilijk had, hè, Penny? Ja, dat is misschien ook wel een beetje de verdienste van Union. We moeten ook niet flauw doen, denk ik. Dat middenveld van Union was, was zoveel sterker dan dat van ons gisteren. Ja. Ik bedoel, niet altijd, gewoon gisteren. Gisteren zat het bij Union orga organisatorisch veel beter. En ja, Stings heeft geprobeerd om oplossingen te zoeken, maar ja, ik denk dat hem te veel door het midden wou. Uh, ja, het kan er niet uit. Je nee, raakte op den duur ook echt wel uh, zichtbaar gefrustreerd. Uh, het, zat, het zat niet lekker. Uh, hoe hebben jullie de wedstrijd beleefd? Uh, Penny, je had bezoek tijdens de match? Ja, <laughs> dat was heel aangenaam. <laughs> Dus mijn vriendin was ontpraat met een minnaar en ik zat er zo bij van, ik probeer voetbal te kijken, al die benen uit mijn gezicht. <laughs> nee, dat was lastig. Hè. Ik, uh, normaal ben ik wel iemand die uh, regelmatig uh, brult, en me iets smijt. en ja, dat was lastig. Dus ik heb, en je ja... hebt nu met die minnaar gesmeten, want dat lijkt me dan nog goed uit te komen. Maar... Ja. Of je moest je kalm houden. Nee, ja, nee, ik, ik, ik ben flink geweest. Ik ben flink geweest. Ik heb mij kalm gehouden. Maar dan was mijn eten ook nog eens te laat en dan zing ik het compleet verloren, boys. <lacht> <No>. <lacht> dan is Reverie dan ploft in Markson. Wow. <laughs> Too soon. Too soon, dat <laughs> is waar. Sorry. En Sorry. Uh, ik, uh, ja, ik, gelijk meestal tegenwoordig zo met die middagmatchen en vooravondmatchen. Uh, jonglerend met een kind dat je moet entertainen en, uh, en de voetbal op. En dan op pauze zetten en daarna doorspoelen. En niet bepaald een ideale voetbalbeleving, maar ik heb ook niet geweldig veel gemist in die tijd. Nee, nee dat is het leven van een pakje natuurlijk. Um, ik, zat, ik zat zelf in het stadion, in de, in de hoofdtribune, dus ik zat overdekt, waar ik heel blij mee was, want <laughs> het heeft wel flink gegoten, dus aan alle uh, echte away-supporters respect. Um, de sfeer bleef erin zitten. Uh, ondanks dat de wedstrijd niet gemakkelijk was, dat de weersomstandigheden niet gemakkelijk waren. Ja. Uh, goed gedaan, gasten. Chapeau. Uh, minder chapeau was de scheidsrechter. Uh, we <laughs> gaan niet heel die wedstrijd overlopen, maar dat was ook wel heel opvallend uh, <laughs> aan die wedstrijd. Uh, na twee minuten, terecht de gele kaart. Van Ekkelkamp. waarom dat u laat vallen in tijden van VAR? Uh, Vink ik mm. vind het altijd heel gek dat je dat ja. nog altijd toe is. Het dan een ja, soort aangeleerd gedrag dat je er dan niet uit dat je dat, ja, ja, dat, je dat toch zomaar doet? neemt dat wel een beetje een ja Ik heb dat nogal zien proberen. En thuis tegen ja. Huppel de Pup is hem, dat is een keer gelukt ook. Um, ja, dat is een klassieke. Ik loop voorbij en ik duw dan mijn voet naar buiten mm. en dan raak mm -hmm. ik de verdediger en dan val ik. Ja, is, volgens de letterlijke interpretatie kun je ermee wegkomen dat dat een penalty zou kunnen zijn. Maar, maar, maar soms wordt dat iets de minder de de goed uitgevoerd. Hè? Ja, dit was niet bepaald. <laughs> een ja, de, de scheidsrechter was, was er ook echt op aan het zien, hè, Laforge. Dus mm -hmm. die had echt een, uh, het is niet dat hij ergens aan de zijkant stond. Hij nee, had echt een uh, full frontal zicht erop. Ja. Uiteraard geen, uh, geen fout. En dan vind ik daar terecht de gele kaart. Het is logisch. Als je laat vallen... Dan is het altijd geel. Vraag maar eens iets van de rijden. Ja. Of niet? <laughs> altijd geel. Ja, ja ik, ik, niemand snapt het. En een Tobi nog het minst, denk ik. Want het is, het is een gezichtsuitdrukking, uh, sprak boekdeel net. Van, ja. uh, van de rijden zich liet vallen. Dan altijd ja. al direct van: wat? Maar ik, ik snap het niet. Ik snap het niet. En ik weet niet. Ik bekijk die momentjes van Frank de Bleker nooit. Ik weet niet wat hem daarop is teruggekomen in die maandelijkse ritje. Nee, want Heeft dat is Ik met VAR-interventies. En, en dit ah, is okay. nooit een VAR-tussenkomst, omdat dat maar een gele kaart is. Ja, ja. Um, dus, dus daar komen ze niet voor tussen. Wie dat ook echt niet snapte was Mark van Bom. Want ik zat zo net achter de dug van van Antwerp. Ja, die, die, die blijft wel vrij kalm, maar. Toen al, van in het begin, was wel al een toon gezet. Uh, en die heeft eigenlijk de hele wedstrijd lang gejault met, met de vierde ref. En die vierde ref moest het altijd maar proberen uit te leggen waarom dat er een bepaalde beslissing werd genomen. Uh, ja, ze hadden eigenlijk gewoon een pintje kunnen pakken en een hotelkamer kunnen huren. Zo close en zo dicht stonden die constant bij elkaar. Uh, maar dan, dan weet je al wel van... Het gaat zo'n wedstrijd worden. Uh, Natuurlijk niet alleen, ik denk niet dat we verloren zijn door de ref. Want in jou vond ik wel, zo goed als heel de wedstrijd, beter. En inderdaad, Penny, ze stonden zeker in het begin beter gepositioneerd, georganiseerd, uh, meer grinta, vinniger. Uh, dat heb ik toch in het stadion zo gezien. Ik weet niet of dat op tv is overgekomen. Jawel. Ja, ik weet niet wat ik nog over moet zeggen, inderdaad ja, nee, Dylan. Ja. Nee, klopt. klopt, klopt. Uh, het kwam er ook gewoon totaal niet uit. Hè. Uh, we hebben een paar keer ook... Uh, dat we mooi voor het doel komen. Ik herinner me bijvoorbeeld het moment dat Jansen, uh, Balikwisha en Stinks. met drie man op de keeper afstormen. Een uh, drie tegen twee situatie. Mm. En dat stings eigenlijk helemaal open ligt en Jansen ziet het niet en het past eigenlijk naar Balikwisha, waar totaal op slot zit. Zo ja. van die kansen die er totaal niet uitkomen. Dat is jammer. Die zijn een beetje pech, ik weet het niet. Ja, ik denk dat je gisteren ook een beetje een masterclass van uh, Thuma hebt gezien. Thuma was absurd, ja. die mensen. Dat is, echt, dat is een, een zwijn in Ronaldinho, in Missy, mm. in uh, weet ik veel uh, Schweinsteiger, <laughs> ik noem maar wat. Dat is allemaal, allemaal types <laughs> middenvelder in één. Uh, vind het zelf goed dat je Schweinsteiger in dezelfde zin zet als Messi. Daar. Dat, ja, ik... nooit te, ik dat, dat het wel verschillende types ja. zijn, maar in één persoon, dat is wat ik bedoel. Uh, nee, maar ik, ey, die, die belichaamt zoveel van wat Union uh, voor staat. En dat is zo mm -hmm. belangrijk voor die ploeg. Hoewel ze zonder team even goed kunnen winnen. Uh, ja, ik, ben altijd, ik ben toch regelmatig onder de indruk als ik Union bezig zie. We hebben nu thuis van gewonnen in de eerste seizoenshelft, en Dan dacht ik van, ah ja de glans is er wat vanaf, af, uh, moeilijk jaar van bevestiging, maar sindsdien hebben die niet meer verloren denk ik. Twintig uh, matchen op rij nu of zo, uh, ja dat is een regelrechte titelkandidaat nog iets meer dan wij zelf uh, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat wij, want ja, uiteraard zie je dan weer zo op, op sociale media heel negatieve commentaren en denk ik ook van ja, dat is nou ook niet nodig. Hè. Drie dagen geleden hebben wij genk die uh, dominant eerst staan nog van de kast van de muur gespeeld, na verlies de opinion, ja. Dat is geen drama, ja, mannetjes. Nee, ik, ik had het gevoel dat het een mindere wedstrijd was, maar het is niet dat ik de dag nadien wakker werd en dacht: van, ai, 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 pleoveen, gaat dat wel lukken? Of oef, het is toch maar mm. plattekes en, en zwak. Het was plattekes, maar al die, al die blessuregevallen erbij en de, de scheidsrechter die dat ook wel echt tegen zat, dat er ook nog bij, dat maakt. Dat maakt wel dat je, dat je zulke wedstrijden dan wel eens een keer kunt, kunt verliezen, ook al, mm -hmm. ook al was het niet goed. Ja. Jelle vreest beiden niet voor play-off in? Gellen ja. zijn er beide heilig van overtuigd dat dat uh, gelukkig Onder normale omstandigheden toch wel. Ze voetballen toch goed genoeg. Uh, als je ziet op ja. hoeveel punten Gent staat en hoe zwak Gent aan het voetballen is, hè, die dat nu toch vijfde staan. De, het kan dat je eruit valt, maar het is niet dat ik daar al keihard rekening mee hou of zo. Oké. Okay. Jij wel of hè? Ja, ik heb, dat wel een beetje, ja. Ik heb er wel een beetje schrik voor. Waarom? Okay. Omdat ja, ik zie Gent... ik zie Bruggen ons nog voorbij steken, omdat die op het einde van het seizoen krijgen die altijd uh, ik weet niet, een beetje krek in hun spaghetti of zo en dan <laughs> beginnen die ineens keihard te spelen. En ja, ik heb toch een beetje schrik van Gent. Maar misschien volledig onterecht. Hè? Ik ben ook wel een beetje een angsthaas op dat vlak. Uh, misschien een beetje een pessimist zelfs. Maar voor mij is het nog niet binnen. Nee, binnen is het niet, maar het is niet dat ik al knikkende knieën of zo heb. Dat niet. Nou. Ja, je okay. moet ons programma ook in het achterhoofd houden. Hè. We hebben zijn nu, hebben nu zo in het midden van onze demonische kalender. En dan vanaf begin februari, of is het, half februari. Ja, dan opent die kalender zich wel voor ons. En dan hebben alle andere ploegen nog wel veel toppers af te haspelen en, en wij niet. Dus dan kunnen wij, nee, in, principe, nee, absoluut, dat... wij kunnen in principe nog 25, 30 punten halen. We hebben er nu al 39, by the way. Ik zou het moeten opzoeken, maar dat is echt wel een, een play-of-een ritme, sowieso. Um, dus op, daf, op, op basis daarvan kunnen we er geen zorgen over maken. En zeker als je die kalender ziet, je gaat echt nog wel ja, minstens 20 punten halen en dan zit er altijd bij. Denk ik. komt goed Benny. Oké okay, man. Hè? Is het overtuigd? <laughs> nee 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 totaal niet maar ik ga, ik ga, ik ga doen alsof. Oké. Okay. Okay. Um, waar ik het zeker nog in die uh, eerste helft over wil hebben is mm. want dan wil ik echt gewoon vragen want ik heb, de, ik heb nog geen beelden kunnen zien. We hebben een goal gescoord. Ja. U ziet terecht afgekeurd hoe dat ik het zag en ik zat er vrij goed op. Dacht ik dacht dat is nooit een fout. Dat is geen fout. He, wanneer uh, Moeja naar de keeper gaat, dat er één of twee uh, spelers van de vallen, had ik niet het gevoel dat dat door een duw van ons kwam of zo, dat het gewoon zelf stronkelen was. Nou, was het um, ook. Ja? Ja, ja, ja. Frans. Um, die wordt amper aangeraakt door. Ik de even stinken. Stinks? Ja, maar die, die tikt je echt aan per aan. denk dat zelfs met bovenlijf, niet eens aan de voeten. En nee, die, 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 die dan je die, 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 die mensen een beetje struikelen. Die raken ja. elkaar en die valt. Die maar ook die appelleert zelfs niet. Nee. Nee, die strunkelt gewoon over zijn eigen voeten. Ja, en die appelleert ook niet van: is hey, heb maar mij geduwd zo. Dat was gewoon in de loop van de actie, die valt. Oké. Okay. Maar het ding is wel, wat iedereen precies vergeet, is dat Moeja dan afwerkt. Maar de keeper was ook al aan gestopt met de keeper. Dat, dat, dat was, hij was gestopt, niet zo vlot. Ja, met zijn ja. lichaam gewoon terug naar het veld. in plaats van uh, moeia het scoren te beletten. Ja, zo heb je dat toch gezien. Dus je kunt wel zeggen: van een afgekeurde goal. Maar dat was geen afgekeurde goal. Dat was al geflotte voor het hem uh, over de lijn een En keeper te verschalken die nu niet echt zijn beste. Mm. Maar het was sowieso een, een schandelijke beslissing. Hè. Schandelijk. Dat wou ik horen, Thomas. Onte legatie in Brussel zeggen. Dat wou ik horen. Uh, ook wat commotie in de WhatsApp-groep bij het Doelpunt van Union. Daar loopt wel het een ander mis bij ons in de verleden, maar het ging over uh, Boniface. Boniface. Uh, ik had gewoon al twee zeggen, want iedereen zegt ook altijd iets anders. Ik denk dat het ja. Boniface is. Babon. Uh, omdat die Buté zou hinderen, zo heb ik dat niet gezien. Ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk. Gewoon dat, wij, dat we een fout maken met, met uh, Moya die daar een ziekenhuisbal terugkopt. Als je het zo kunt zeggen. En dat er dan gewoon niet attent of alert genoeg verdedigd wordt. Ja, gewoon... ik kan ook niet goed zien. Hebben ze nu geprobeerd om dan snel die buitenspelval in te schakelen? Of, of stonden ze gewoon slecht? Je het op de weg ja. gezien ook, hè, Thomas? Ja, maar ja, er ja. was gewoon geen enkele reden dat Moya die een bal terugkopt. Dat was ook aan het keu, denk ik. Dat is niet echt mm -hmm. zijn bedoeling, om die zo hard terug te koppen. Nee, oké, okay, maar Moya kopt hem niet in de poten van uh, van Zaire. Nee, nee, nee. nee. Dat was, ja, met één, één of twee tussenstations. Maar ik wil zeggen, de verdediging rukt op, gewoon omdat ze ervan uitgaan dat wij in balbezit zijn. En hup, we schuiven hem al mee. En dan wordt er gewoon ja, wat tegenvoet gepakt. En van Zaire doet dat natuurlijk weer goed. Dat kan niet goed in die ruimte lopen. En ik, wil, ik, ik ik don't buy into the narrative om het op Engels te zeggen van dat boniface, boniface in de weg ligt van van dus, Er ligt heel duidelijk kreupel op de grond. Ik Denk niet dat Bute denkt van oh nee, die ligt die mijn weg. Ik kan maar niet concentreren. Allee. Nee, nee, dat is een beetje blak. Als, als zo'n goal voor ons zou afgekeurd worden, dan zou ik echt ziedend zijn. Ik Denk niet dat je daarvan kunt spreken. Dat is gewoon echt stoem. van moeia. Die voor de rest wel een goede match speelt. Ja, klopt. Ja, het is zo, niet de meest getalenteerde van de, van de ploeg, maar die blijft er wel voor gaan. En gewoon door die zijn inzet. En dat die, die blijft ook gewoon lopen, dat is ongelooflijk. Conditioneel of fysiek ja. is, dat, is dat toch wel heel straf. Dat was ook echt heel uh, snel. Hè? En hij blijft, blijft proberen. En dan komt er wel tot die kansen. Dat heeft hem wel bewezen deze wedstrijd, denk ik. Hè? Hij is ook wel erg gretig om te shotten. Hè? Je merkt als Moe aan een balheden dat je hem die kost proberen om zelf iets te forceren. Dat mag. Hè? Mm -hmm. Maar het is niet altijd even nou, verstandig of zo. Ik moet wel zeggen, op het einde van de match heeft hem uh, vooral links liggen aanvallen. Mm -hmm. En dan vond ik hem eigenlijk veel uh, gevaarlijker dan Balikwisha. Op die linkerkant. Ja, Balikwisha is, is niet slecht gestart, die zijn ook een beetje weggedemsterd, net als uh wel wat andere van, van de ploeg. En inderdaad, Moja op links bracht zo net iets meer, ook meer dan dat hij zelf op, op rechts betekende. Ik um, denk ook wel dat het te maken had, ik weet niet zo goed wanneer, ergens in die tweede helft, zijn we dan met, met drie man van achter gaan spelen. Wat meer gaan spiegelen. En dan ging het wel, wel beter. De, dan hadden we wel een antwoord op de flanken van Union, waar vaak een manneke te veel stond in die, in die eerste helft. Het centrum ja. lag dan wel open bij Union, maar omdat die en Teuma en al de rest zo goed druk zetten, ja, werden die ruimtes nooit bereikt. Uh, oh. Toen we met drie ja. van achter spelen, was, was het wel beter. By the way, in de match hebben we de opstelling van Union gespiegeld. Nu niet. Ik ga helpen, hè? <laughs> ja, ja, blijkbaar. Want ik, vond, ik vond echt wel een groot verschil zo, vanaf dat we met mm -hmm. drie aan het. Uh, aan het spelen waren. Ah ja, niet dat we toen de beste ploeg waren, maar we kwamen dan niet meer zo gauw in de problemen. Er was echt een hensbal van, uh, van Jaansen voor nodig om, uh, om echt een heel goede kans nog eens. Ah ja, ze hebben nog andere kansen gekregen ook. Maar. gewoon... Mm -hmm. um. Ja, maar ook niet zeggen dat het een overrompeling was. Hè? No. Het, uh, allee, no. Dat ik mij geen zorgen maak. Moesten wij. Naar... wij hebben, moet ik het zeggen, wij lagen minder onder tegen Union dan dat Genk onder lag tegen ons. Dus ik ben mm -hmm. gerustgesteld. Hopla, uh, trouwens, die penalty Jansen, daar, daar heeft onze, onze scheidsrechterscommissie wel nog naar gekeken, hè? Uh, om het wel degelijk te bevestigen dat het wel degelijk de penalty was, dus dat is ja. wel... Ja, ja wat we verstoten om die nog uh, review en zo. De, de aftrap uh, was ook goed gegeven. Oké, okay, bedankt. De inworp, knap gedaan. Er stonden wel degelijk elf spelers op het veld ja. bij de ene ploeg en elf van de andere. Prima, Niks aan te merken. Ja. Tien Wat? van dat nu tonen in slow motion. We steunen deze beslissing. Ja, dat ja, was, was vag. Steunen we de beslissing van het niet fluiten van een penalty op Moeia? Ik zag sommige reacties passeren. Terecht. Niet terecht. Misschien. Echt alle, alle richtingen, uiteraard. Als Antwerp supporters zijn er wel de meeste die dan zeggen het moest penalty zijn. Je gaat hem zeker kunnen fluiten denk ik, maar moest het altijd een penalty zijn? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Als men fluit, dan gaat de VAR hem niet terugdraaien. Zo mm. kun je het wel stellen denk ik. Ja, uh, klopt. en ook zeer meme waardige penalty trouwens. Ja. <laughs> Hoe dat hij gasten heeft <laughs> gezegd. Ho, face first op die bal smijt. Uh, uiteraard, handen uh, rond zich die uh, moeia hinderen. Maar je moet hem maar eens in slow motion bekijken. Het uh, uh, is een moeite. Veel overgave bij de, de verdediger um, Is dat altijd penalty? Nee. Ik, dus ik had wel verwacht dat we penalty hadden moeten krijgen. Ik had verwacht vijf. dat we. Vijf... Ja, ja, absoluut. Ik, uh, ik was erop ontwachten. Ik had maar een bik op tofel gesmeten. Ik zei: schat als penalty. Je hebt die mineral gehifigd. <laughs> Het is en de had een vraagt vraag die van: hoe was je in de penalty? Ik zeg: Nee! <laughs> en blijf maar bij vrijdag. <laughs> nee, ja, ik had echt verwacht het. Uh, en allez, ineens ging dat spel voort en ik had zoiets van: Wat? Uh, huh? hmm. Ja. Had dat misschien okay. ook te maken met dat er net iets te veel commotie er net na Dat ze vooral daarmee bezig waren, die fight van stinks die daar stevig was, misschien als ze ah, ja, daar ja, een just... beetje naar aan het zien waren, uh -huh. al die protesten rond, dat het dan vergeten wordt om echt deftig te bekijken zo'n ver en dat die dan al snel zeggen, wauw, zo intensief was het niet, laat maar, en stel dat er dan niks zou gebeuren, dat die toch, héla, daar is toch iets niet pluis, jongens. Ja, ik weet, ik, ik weet niet hoe waarom... lang dat duurt om te zien dat die kerels nou gewoon frans voor smijten. Dat duurt toch maar een seconden. Je spoten even terug. Oh ja, kerel springt voor die zijn benen. Ik weet. Ja, elke fase dat er in de 16 gebeurt, een beetje logisch wordt, toch direct gecheckt door de ver, zouden denken. Ja, maar misschien dat, dat ze dat gewoon vluchtig bekijken, zeggen. Qua intensiteit, en dat is ook waarom ik een beetje twijfel, qua intensiteit is dat toch niet zo zot. Dus dan hoeft dat geen penalty te zijn. Terwijl als je dan ja, deftig gaat kijken, dan zie je dat je wel. Okay. Ah ja, ik heb het ook twee keer moeten zien dat je ja, pas even ja hij maakt zich wel heel breed en hij valt ja, er... niet alleen maar. maar hij... Er komt een arm bij in, hè? Ja, oké. Hij gebruikt zijn arm, hè? Ik ja. vond het eerder wel penalty voor alle duidelijkheid, maar ik probeer in het hoofd van de twee <laughs> boys uh, te kruipen. Hè? Ja, oké. Okay. Dan zie je alleen maar zo'n apje dat met een symbool op een eenwieler zit waarschijnlijk. Dus een keer snel terug uit dat hoofd, Dylan. Uh, ja, ja oké, okay. we k hebben hem niet gekregen, zo so be nee. Toen stond het nee. nog, nog 1-0 zeker? Of was het al 2-0? Ik, Ik denk dat het nog 1-0 stond. 1-0. Uh, stond nee, nog maar 1-0. Ja. Ja, ja, ja. we zijn een beetje back and forth aan het gaan in de timeline. Uh, Is oké, okay. ja. De luisteraars uh. verwachten niets minder van ons. Ja, C'est ça, ça. Iets anders, wie vonden jullie uh, de beste op het veld bij ons? Bij jou was dat de scheids, maar. Uh, bij ons, even goed nadenken. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Avila was uh, wel echt nice. Ja, die had ik Avila, ook niet. Ja, ja, ja. Ja, ja, Avila en Moya. Buiten ja, Uiteindelijk kun je Moya niet noemen, want hij heeft een 1-0 mee op zijn klak. Avila, ja, ja. akkoord. Ja, ik vond het uh, uh, ook wel indrukwekkend dat hij zo rustig bleef nadat hij in een of andere wurg judo greep vastgepakt wordt. Dus je zit er vrij kalm. Als ze dat bij mij zouden doen, ik zou echt helemaal, helemaal gek worden ten eerste. Maar dan verwacht hij De logische gele kaart, die normaal gezien altijd zou moeten volgen, die komt mm. niet. En toch blijft hij wel kalm. Ik zou ik zal twee keer heel gepakt hebben op een minuut tijd denk ik <laughs> uh. ja uiteindelijk allee, ik ken zo'n fases ik ben daar zelf ook schuldig aan geweest ja De... oh, ja jij zit er zo binnen ja ja zeker en <laughs> zorg je er zelf mee voor dat dat judo hij, dat dat er heel spectaculair uitziet en deed een sprongetje mee hè. maar het was echt loeffout ja. sowieso hè. dat was was ja, toch het ja, een het heel wel... kaart Thomas ja, ja akkoord het is wel fout maar ik ga nou vergeten ik heb dit weekend nog uh, in een ander match, misschien in Engeland of zo, een gelijkaardig geval. Nee, niet gelijkaardig, maar een goed geval gezien. waarbij dan een aanvaller eigenlijk een verdediger echt een penalty laat maken op zichzelf. Hè, den, den aanvaller. Door deze door arm te klemmen en, en zo spectaculair mm -hmm. dan zijn lichaam te draaien. dat je verdediger dat ziet, eruit of dat je verdediger de aanvaller omtrekt. Maar het tegendeel is waar. En bij Avila had dat er ook zo'n schijn van dat hij heel hard hielp om het er zo spectaculair mogelijk. Had hem uitzien dat hij al te fout zou meekrijgen. En ik, ben, ik, ik heb zo'n ding al gaan dan, dus ik, ik herkende mezelf erin. Zij verdiept geel, vond ik. <laughs> maar, bon. maar, maar ik vond wel, want uh, ik vond hem de vorige wedstrijd eigenlijk, eigenlijk ook heel goed. Mm -hmm. uh, ja. En hij bevestigt gewoon. We hebben hem half, klein beetje onder de bus gesmeten toen uh, dat we de spelers moesten, moesten rangschikken, omdat er, vond ik, toen nog te weinig uitkwam voor, voor het, uh, hmm. het kostenplaatje dat erbij kwam kijken. Maar ik vind dat hij hem, dat hem nu echt wel goed aan het doen is. Voetballend wel prima. Lef durfde ook het centrum aan te spelen. Soms ja. wel gevaarlijk, maar uh, Was gewoon het zo zat het wel aan. Stevig erop, toch correct. Uh, kreeg ook een hele hoofdribune op de tuur op zich. Hè. Ze zeggen bij Union, ze roepen nooit Abu en boe. deden ze wel. Op een villa. <laughs> uh, dus die, hij steeg in mijn achting, als je dat kunt doen. Daar leeft hij ook al over, denk ik. Dat denk ik ook Daar wel. Uh, was die Azoetdegoutent ook? Zo... Sorry? Was die zo aan het Nee, toch? Uh, een beetje naar was wel... Die was gewoon van zijn paret aan het maken tegen de grensrechter, voortdurend. En dat werd, uh, dat werd niet heb gesmaakt. Je uh, en ja, stevig een beetje, beetje naar Ik vond het ook. Opva opvallend dat ze zo tegen Avila bezig waren. Hm. Uh, het was wel een feit. Het goed. Ik vond gewoon plezant. Hm. Ik kon er nooit echt, allez, nooit. Ik ben er momenteel nog niet zot van, van om, net omwille van dat theater. Haal, zo. Ik ben een Ritje de Laat schoolvolger. Zelf hard zijn, maar ook kunnen incasseren. En bij Avila is dat Argentijnse school. Hard zijn, bikkelhard zijn, totdat je. De kans hebt om iemand een kaart aan te naaien en dan dat doen. Dat vind ik niet tof. Maar, maar waar niet heeft hij een kaart proberen aan te naaien? Vond jij dat wel? In elke, in elke match al. Uh... <laughs> soms meerdere keren in, uh, per match. Maar het is een van angst, dus ik kan het er niet, niet hard over hebben. Maar, uh... Het is toch niet dat hij in zijn eerste wedstrijd voor ons een duik doet, een verdedigde duik, een Schwalbe. Dat was toen tegen, tegen Gent, geloof ik. In de neerronde, dat weet ik niet meer. Maar nu tegen Westerlo, dat met Shadley, was dat. En dan ja, tegen... Uh, Swat, ik kon het niet helemaal opzoeken. Maar nu thuis tegen Gent was het ook. Uh, en nu tegen Nyon ook een keer. Maar Swat, hey. Prima maar... kerel. Ik ben er niet om deze reputatie af te breken. <laughs> maar ik ben er voorlopig nog niet zot van, van net, net daarom. Prima kerel. Um, opvallende naam op het uh, wedstrijdblad. Hele jonge kerel. En die mag ineens meespelen. Ja, dan moeten we nog zoeken. Wie gaat zijn naam het eerst uitspreken? Ja, ik, ik <laughs> De commentatoren wordt ook niet Dat is gewoon de Kobi. Kobi. Kobi Korbani, zou ik zeggen. Korbani, zou Corbani. ik durven zeggen. Ja, ja, je het echt weet, mag het, mag, het, mag het laten weten op Twitter, Instagram, ja. Facebook, YouTube. Alle kanalen waar we op zitten. TikTok intussen ook, in Thomas? Ja, nee, nog niet. Daar nee, gaat de Benny vanavond voor zijn. Ja, ja, ik Benny ja. <laughs> <de kant. laughs> Allee, <laughs> 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 uh, breur. Ik vond die degelijk invallen. No, ik in was al uh, verdronken. Ja, maar voilà, ik ga het zeggen. Zijn no, uh, no, 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 no. <laughs> ah ja, eerste balcontact was wat moeilijker. Een verschrikkelijke inborp van, uh, van Avilla. Zo op scheenbeenhoogte. Hij probeerde hem dan rustig terug te tikken, maar dat was nog harder. Mm -hmm. Op hoogte. Ik ja. werd toen al even doodgebliksemd, uh, maar vanaf dan. Ja, ah, ja, het is toch altijd wel fijn dat er nu ook een keer al uh, mag debuteren bij ons. Hè. Ja, zeker, zeker. Ja, Want niet elke trainer doet dat. Hè. Uh, die dan ook mm -hmm. effectief brengen. Want ja, de bank, er zet niet veel, uh, veel kwaliteit op of minder kwaliteit als dat we in onze kern hebben. Uh, dus dan pak ze nu jonge gast mee, maar om die dan ook effectief te brengen. Niet elke trainer doet dat. Ik zou ook er vandaag er niet. Niet op de bank zat, want toen waren wij nog in de veronderstelling dat Corbanine rechts aan de was. Dat bleek, dan. Alitéer blijkt meer dingen te kunnen, dus goed voor hem. Uh, en dan valt hij in op de uh, zes, zeker. Eén uh, op één, één. voor de toch? Voilà. Maar, ik was nog niet kapot van zijn debuut, maar hij uh, heeft nog hopelijk ja. nog massas tijd om uh, al onze harten te winnen. Hè. Mm -hmm. Ook niet echt de mm -hmm. meest dankbare match om in te vallen, natuurlijk. Nee, absoluut. Nee, absoluut. Tegen het sterkste. Ik kreeg de Rixen een tuin, small tegen Hans Smol. Zeg, bonne chance. Hè. Ja, het lokt er niet schoon van, hè? Ja. <laughs> Regel het. Nee, nee, absoluut. Nog, uh, nog andere dingen die hier zijn opgevallen de afgelopen wedstrijd? Of hebben ze wat belangrijks wel gehad? Um, ik wil misschien nog de, de invalbeurt van Scott en Fischer even aanhalen. Mm -hmm. Ik vond het niet zo heel dinderend. <laughs> Go on. Nee. Ik denk altijd als, als, vooral, vooral dat ze, vooral tegen hun als Fischer inkomt op die, uh, op die laatste minuten, dat er nog wel een beetje magie komt. Maar ik denk dat ze, dat ze klaar stonden om, om te wisselen en dat dan die penalty valt, denk ik. Mm. Viel dat niet ongeveer wel samen? Ongeveer. Ja. En dan, dan, dan leek het alsof dat ze al hun goesting kwijt waren in het begin. En ik denk dat Fischer... Die is er voor mij niet helemaal doorgekomen nog. Ik, ik heb het niet wel... onthouden als dramatisch slecht of zo. Maar... Nee? Opvallend was het ook niet, nee. maar voor mij. Nou, ik, heb, ik, heb die, ik heb die eigenlijk al Jerof Fischer, ik zie Gera spelen, maar ja, nou, de laatste tijd komt het er zo precies niet echt uit. Scott het is mag van mij ook voor iets meer spelen? Nee, nee, absoluut niet. Ik Volledig me. afgeschreven en dan nu omdat, uh, omdat er 30 man geblesseerd is. Ja, mag die dan dan pas nog even meespelen. Ja. ja, en is... de Scott kan mij ook nog niet heel hard overtuigen uh, in de minuten ik... dat hij maakt. komt van Duitse zesde klasse. Dat, dat is waar. Ah ja, dat vergeten we. Ja, niet exact zesde klasse, ben ik niet, maar zeker niet van uh, Bayern München 1. -E. Uh, wat zal dat zijn? Nee. Derde, vierde klasse ongeveer? Dat is logisch. Vierde, dan... vierde denk ik. Ja. ja. nee klopt. Zal ik eens kijken naar Twitter, Dylan? Ja, dat is goed. Den Duncan, die kennen we allemaal. Die vraagt hoe dat de Rosé was in het Dude Ik denk dat die een vraag aan u gericht is. <laughs> um, ik heb geen Rosé gedronken. Wel gewoon pils. Pils was uh, prima geprijsd. 2,5 euro voor een 33er. Uh, goed. Alleen. Maar hebben zich geen energieprijsstijgingen gehad. Denk ja, ik je normaal Rosé? of een hem Denk jij normaal rosé op de Bozel of zo? Nee, kun je rosé ja. krijgen op de Bozel? In dat geval? Ja, nee, misschien in, de, misschien in de Chique tribune wel, ik weet dat niet. Nee, nee, de, de, ik denk dat de afstand van de vorige aflevering, waar ik een kratje rosé had uh, opengetrokken, uh, prima. Uh, Zeker. Okay. <laughs> qua, qua, catering, qua catering, <laughs> ook in de hoofdtribune moet je er niet te veel bij voorstellen bij, bij Union. Het uh, is niet dat veel beter is dan een bezoekersvak. Je hebt zo één chaletje voor dan de hele rechterkant van die een tribune. Uh, je komt er wat andere supporters tegen die dat ook allemaal grote dorst hebben. En wat Brusselaars uh, die daar ook, ja, het zijn blijft blijft jong zelf sigaretjes li liggen te rollen. En dan verschrikkelijk irritant hipsterachtig van liggen te lurken. Ja. En, en, en dat is het. Twee zakjes chips, een pintje en een cola. Dat kun je er krijgen. Uh, nee, je moet het niet hebben. Meer moeten niet hebben. Dus uh, Rosé niet gedronken, wel zo'n goede worst na de match. Lekker. Klaar. Perfect. Uh, de Jeroen vraagt of dat de beelden van de VAR, zoals in Nederland, openbaar gemaakt moeten worden om bepaalde fases uit uh, te lichten. In plaats van Frank de Bleker in zijn filmpje altijd zo maar selectief te werk gaat. Ja, als supporter wilde dat uiteraard. Hè. Maar oh. ik, kan, ik kan ook begrijpen dat de VAR dat net niet wilt dus cool. zouden we nog iets slecht kunnen uitkomen ja natuurlijk um, Stijn vraagt dat wij meer inside info hebben over Kobe Corbanie nee denk ik Dat zijn jullie mij gaan verrassen. Uh, we denken dat hem een... Corbanie wordt uitgesproken dat weten oh, we ah, dat is de inside info we denken <laughs> dat is een naam min of meer juist uitspreken um, de Sam Voute die vraagt of dat stinks door de grond gezakt is nu uh, omdat er bij meer weerwerk op het middenveld was en uh, is dat ook niet normaal, dat tijd door de grond zakt in zo'n omstandigheden? En is er een oplossing voor? Zoveel vragen, z'n voeten. Ik precies naar politieker, jij. <laughs> Dylan. Ik, ik denk dat het ook wel net iets te maken... We zijn gestart met Stengs omdat dat opvallend was, maar Ekele Kamp heeft ook een dramatische wedstrijd gespeeld. Ja, hè. Dat mag gezegd. Uh, als als Dieve wat meer in vorm is, of Yusuf staat achter Stengs, dan zal hij het ook wel net iets gemakkelijker hebben, deze wedstrijd. Uh, je speelt tegen volgens mij een beste middenvelder van de Pro League. Mm het -hmm. zal toch niet veel schillen, alleszins. Vermeer stinks tanks uh, Theuma, dat is het beste middenveld. Van. Ja, ja. Daar, zou ik, daar zou ik wel los voor tekenen. Teuma, er ook bij. Dat zou tof zijn. Dus kun je kunt dan zeggen, is hij door Thijs gezakt, omdat je voor de eerste keer een slechte match speelt centraal op middenveld? Nee. Nee, dat, voilà. Dat maar het je was niet... zo opmerkelijk, en ik heb dat nog een paar keer gelezen in de feedback dat we dan krijgen, dat ja, omdat Union nu voor de eerste keer echt powerplay. moet ik zeggen. Dat dit nieuwe middenveld van ons voor de eerste keer een powerplay-spelende ploeg tegenover zich heeft gekregen, dat we daar niet mee omkomen. En ja, of dat dat niet. Uh, Heel de ploeg komt er niet mee om. En Stink speelde gewoon een ongelukkige wedstrijd. Ja. Het, is, het is niet alleen. En heeft ook heel veel balverlies geleden. En dat was, dat was niet omdat hij nu door Thijs is gezakt. Dat is gewoon omdat hij een slechte match heeft gespeeld. Mm. Toe koer, is gewoon ongelukkig. Ja. Waarom je daarom af te schrijven op dat centrale middenveld? Als ze het, als het nee, dat gedaan nee. zou hebben. ja, nee, ja. Mm, Dat is ook niet wat hem ze zegt, denk ik. Zo. Nee, 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 misschien niet. Maar misschien nee. als sommige mensen dat nu wel denken. Van zie je wel? Te vroeg. Ja, um, ja. akkoord. Meneer of mevrouw 1880 op Twitter, die zegt dat we tegen de kampioen zijn verloren van dit seizoen. Akkoord, Penny? Mm, um, nee, mogelijk. Want wow. Union, kan zeker... wow. Wow. Kampioen. Union kan zeker kampioen worden. Wij gaan nog moeten bikkelen voor play-off 1. <laughs> uh. <laughs> <laughs> maar uh, ik, denk, ik, vind, ik vind Genk ook zeker een uh, titelkandidaat. Nou, dus. Uh, Dylan voor jou, Christophe Jonkers die vraagt ja dat als salon uitsupporter zoals hij. Uh, het lijkt alsof de Unionsupporters supporters constant zingen. Is in het stadion ook zo? Um, dus, dat is niet constant, dus wel heel vaak. Uh, wat wel opvallend is, als, dat, als er dan toch een liedje doorkomt, wat wel geregeld gebeurt, dan doen we wel zo goed als heel het stadion mee, dat mm. wel. Um, het leent zich er ook wel lekker toe, dat stadionnetje. Eh, omdat het zo wel... Qua gebogen is, dus iedereen heeft zowel een zicht op iedereen. zo'n beetje uh -huh. uh, En dan is dat wel lekker sfeervol. En eerlijk, je moet het toch maar doen... Uh, wij ook, hè? On onze w ook, maar in weer en wind er staan. Uh -huh. uh, iedereen staat er dan met zo'n... Uh, ja, bonchoke. dat dan weer wel, maar... Er was, er was wel een de, de fijne sfeer voor de, ja. de Union-supporter. Op de tv ja. leek het echt alsof het daar continu in de fik stond van de ambience. Die, heel heel die schaar van, van de sfeer echt heel, heel hard hebben opengezet. Heel, 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 vaak mm -hmm. wel. Ja, okay. heel vaak wel. Maar ja, bon, het, was, het was ook een goede wedstrijd. Dus dat, dat is gemakkelijk om dan goede sfeer te maken. Maar nee, dat's, dat's, ja, dat weten we intussen wel. Hè. Dat is een, een, een sfeervolle bedoeling, hè, een wedstrijd van de Union. Uh -huh. uh, ook in dicht. Oh, Tof om te zien. Jammer dat ja. tegen ons was. Benny, diezelfde. Christophe vraagt: Waar we de match gaan zien de woensdag? Waar ga jij de match in de woensdag? Ik hoop dat ik de woensdag op tijd terugzien van het werk. Mm. En dan ook ik keer aan de zijde oplossen. Oké. Okay. <laughs> dat is goed. Uh, Hopelijk zonder minuut van die van vrouw ons? afgesproken. <laughs> Uh, en uh, uh, laat dan even het uh, losse pols weten dat in het Poppenmieken op het Thailandje, nee niet op het Thailandje, maar zo op de Damdag um, is het, uh, bij de Bosal Boys stickfriet voor 10 euro en gratis garnaalballetjes tijdens de match. Gratis oh, ja. voor de Bosal Boys in uh, het poppie uh, Even zien, wat hebben we hebben nog. U, ja, we er veel balbezit volgens Bart van Alderbeke. Ja, dat is waar, ja. ja. We hebben we toch de verkeerde tactiek gebruikt? En hadden we de bal meer aan Union moeten laten dillen? Ga je met je haviks oog in het stadion? Ik had wel een goede plaats, dus ik kon, kon wel meer zien. Dat is lang geleden dat ik... niet achter Leung. de goal stond, juist niet. juist niet dat veel verschil is. Um, maar we zitten tegenwoordig achter de goal, dan zie je wat minder. Maar ik, ik zou denken van wel, als je moet bijsturen naar een 3-5-2, dan had we anders kunnen beginnen. Um, mm. Ik denk dat wel. Ik denk dat Van Bobbel iets anders in gedachten had. Dat is er niet uitgekomen. Oké. Okay. We gaan het eigenlijk totaal niet over vreden, of hè? Of komt dat nog? Dat komt nog. Maar dat is een goed het geografische gebied. Goede tease. Okay. Ik zal even schrappen. Ja. Ben Jacobs de heeft weer veel tijd gestoken in een, het maken van een soort visual uh, dat je op Twitter kunt vinden. Uh, het komt erop neer dat de vraag is: uh, sinds de heenmatch tegen Union, is Union sterker? Geworden, of even sterk gebleven. Is Antwerp sterker geworden, even sterk gebleven, zwakker geworden. Uh, is Benny, wat is het? Benny, wat vind jij? Weet er nog iets van die heematch? Jawel, jawel, jawel. Um, dat vind ik het moeilijke. Uh, ik denk dat Union sowieso sterker is geworden. Voor ons vind ik het uh, iets moeilijker te staven. Uh, want ik vind hebben. In de laatste tijd terug echt mooi mooi aan het voetballen zijn na een stevige dip die we begaat, mm. maar of dat we nu echt beter zijn dan toen die match, want tegen Union hebben we thuis ook al echt heel goed gespeeld. Ja, dat was die match met die topassist van Ekkelenkamp of twee en dat Jansen mm. de uh, den Burgess onder de grond steekt voor dat hem lekker afwerkt en zo. Dus dat was dat, was dat tof matchje wel. hè. Dus toen ja, ook wel, we hadden toen wel meer opties, hè? als je ziet hoe jong onze bank. Uh, gisteren voor ons was, ja, daar zit ook wel een verschil in. Miyoshi speelde toen nog zelfs, denk ik. In die hmm. één match. Wie is dat gelijk? Frey zat nog in de kern. Hopla. Oh. Pak het mee. Bug is gemokt. gemakt. gemokt. Want uh, Penny ga wou het over vrij hebben. Steek van uh, ja, steek van bal. Ja, nee, nee. ik heb zoiets van als je de laatste half uur nog een. Een briesende Vrij kunt brengen, dan denk ik wel dat je een ander match krijgt dan, uh, dan dat we nu hebben gehad. Uh, ik, ik vind dat heel jammer. Ik weet natuurlijk niet wat er gebeurt achter, of, um, in de, in de kleedkamers. Ik weet niet wat er is gezegd geweest. Ik begrijp dat Vree um, een beetje gefrustreerd is. Als je deze statistieken van vorig jaar ziet en de mm -hmm. minuten dat hem nu speelt, en zelfs als hem speelt, hoe dikwijls dat hem nog gewoon belangrijk is voor de ploeg, vind ik het ook raar. Dat er niet iets meer wordt gebracht dan nu. Maar ik vind het enorm, enorm jammer en zelfs een beetje foos dat je die tegen Union gewoon nog een half uur kunt brengen. Mm. Dat vind ik echt rot. Ja, is, ik denk dat dat puur disciplinair is dat het er aan de kant wordt. Ja, ook een beetje terecht, denk ik, dat je er wat kwad op zet. Want je moet, die bekijken dat ook zakelijk natuurlijk. Als zo'n spits zo openlijk kast zeggen tegen journalisten van ik wil hier. Dus rap mogelijk weg, ja, dat doet u marktwaarde en deugd. Dat, dat, dat scheelt een miljoen waarschijnlijk. Hè. Uh, als, als iedereen weet dat jij weg wilt, of je kunt wel doen alsof mag je absoluut niet vertrekken en die kan nog twintig goals maken voor ons. Maar allez, als je 10 miljoen geeft, dan is het goed. Dat is wel een heel andere, uh, een heel andere wereld. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft eerder. Uh, en als je hem in de kern zet, en, en je zet er kwaad op, en je zet hem in de kern, dan pakt hem sowieso premies. En we weten kom allemaal als je wint. En dan dan is, is, dan is het effect van boos zijn erop niet Nee, zo Nee, groot. Maar ik, zeg niet, ik zeg niet dat Van of zo in de fout gaat door hem niet te brengen. Ik vind heel die situatie gewoon echt belachelijk. Ja, ik ook. Uh, maar in, eerste, in eerste instantie gaat hij in de fout door te ontploffen na de match. Nou, ontploffen, ik weet niet wat er gezegd is, maar door dat te zeggen aan publiek, dat wordt dan overal opgepikt. Nee, nee. En dan, hij gaat in de fout en hij maakt zich belangrijker aan de ploeg. En daar is dan een consequentie aan. En mag dus ook wat hem uh, tegen ons stemmen. Want dat is ook wat, wat alderweer eh, in de pers heeft gezegd. Hè. Niemand is belangrijker dan de ploeg. Dus Dan kun je ook wel vragen stellen bij, bij wat er. Hè. We weten wat hem gezegd heeft door die journalisten. Maar misschien dat er daarna ook nog wel van alles is gebeurd en gezegd. En ja, dat, dat maakt het inderdaad wat, wat onnozel en, eh, en moeilijk. Langs de andere kant, ja. misschien is Van Bommel wel in de fout gegaan door hem te weinig te brengen. En, dan dat, hem dat beter goed kunnen managen, managen. Ja. Ja. op nee. een of andere manier. Mm -hmm. Dat kunnen wij van op onze stoel niet, niet zeggen. In nee? Mij nee, nee maar in mijn hoofd geen, in speculeer ook ik dan ook van, ja, dat ook. Het zal de ook frustrerend zijn dat hij zo'n grote concurrent in het Nederlands ziet babbelen met een landgenoot van Bommel en hij staat er dan als buitenstander. Dat ik speculeer maar, hè. maar ik kan me voorstellen dat, dat dat ook mm -hmm. meespeelt. Dat je, dat je niet anders kunt denken dat vriendjespolitiek is als je in de schoenen van Free staat. Ik wil wordt zeggen over de kwaliteiten van Janssen. Ik ben niet ja, gefrustreerd. Hè. Maar laten we hopen dat hij tegen Oostende gewoon ter zes inknalt. Hij is ja, was terug om mee te rennen, ik juist gelezen. Wel, ja, er, zijn, er zijn twee artikels verschenen eh, vandaag. Eén van eh, de Gazet Antwerpen, dat is Chalke 04, eh, loopt naar uh, Michael Frey. Chalke 04. Oh, Tilan. Tilan van Hoog. Gans Schnitzel. <laughs> ja de, Als ik van hem was, dat is wel een prachtige club om voor te spelen. Uh, en die, die hebben ook nog wel wat centen liggen, denk ik, naar de Belgische normen. Dus. Ja. ja wil je, je die kwijt? Nee, nee, ik wil die, die niet die... kwijt. Nee, maar, dat Schalke is hem... gewoon even opbokt. <laughs> <laughs> wat, wat ons is gerust. Wat die is dat hij niet gewoon is zitten. Echt, volgens mij zijn die troosteloos laatsten in de Bundesliga. Wereld. Correct. Alles gaat daar fout bij Schalke, al jarenlang. Uh, maar dat is Schalke is de, eigenlijk de grootste club van Duitsland hè, in, in supportersaantal en zo. En dus... Is er niet? Ja, en is het ook historisch en, uh, en die, die hebben meer dan 200.000 leden zo. Uh, dat is een van de grootste clubs van Europa, Schalke als je het op die manier benadert. Maar sportief is dat terecht. echt. met de pet op tegenwoordig, mm -hmm. maar als, als profvoetballer zou ik niet erg vinden om een passage te maken langs Schalke. Nul via. <laughs> Helemaal. Helemaal. maar Nee, nee maar ik begrijp niet verkeerd. Dat hem bij ons blijft en ons meekampioen maakt. Klaar. Mm -hmm. Want inderdaad, ander artikel, Penny, dat heb jij gelezen. Hij hervat wel uh, de trainingen terug. Ja. Of dat, hij wilde, dat hem wil zeggen dat hij terug dikke vriendjes is met Van Bommel, dat weten natuurlijk niet. Maar ja, ik hoop wel dat hij een, uh, tegen Oostende gewoon gaat spelen. Mm. Is dat is dat een, genoeg? een paar dagen op een strafbank, of voor mij wel. Nee, oh, ja, als je ik... ik... als volwassen mensen, ik vraag hoe dat je hoe dat je zich opstelt, hè, maar als je Inderdaad. zelf ook dacht van, oh ja, ik had het niet mogen zeggen, het was emotioneel, uh, center erover. ja, dan moeten dat niet weken laten duren, hè. maar als je nog altijd contrair doet, bro. ik ik zat dan daar zeggen Dylan, als, als je niet weet van wie, de, van welke persoon dat je quote komt dat je gelezen hebt naar Genk. Uh, als het bijvoorbeeld ook van Lamkazee had kunnen zijn, hoe zou er dan tegenover staan? Pintje. Pintje voor een Thomas. Maar ik, had, ik nee, maar ik was me wel die... Ik was me wel die bedenking aan het maken. Is het wel, iemand, dat, om... iemand die notwaar contrair is, hè? iemand die altijd contrair is. Als zo iemand dat zou zeggen, dan kunnen, je... Dan stel je er anders tegenover. Maar de vraag is voor ja. mij. Maar ja, iemand, iemand die zegt... Ik ga nooit nog voor een Antwerp shotten. Ik heb mijn laatste match, uh, match voor een Antwerp gespeeld. Komt hem er dan niet gemakkelijk vanaf, een paar dagen later, keer in de kern? Ga maar terug tegen ons senden. Of is dat oké? Okay? Omdat het Michael ja, vreest, is. Maar dat denkt er toch allemaal vanaf dat er achteraf is besproken geweest. Nee, mm -hmm. Net zoals Thomas er juist zei, als die mensen eigenlijk gewoon uitgebreid even verontschuldigd en gezegd heeft... Als het allemaal klopt, hè, Als het allemaal klopt. Mm -hmm. um, van kijk, ik was verkeerd en dat was een heel impulsieve, heel impulsieve actie. Ja. Je kunt er ook gewoon in naast kijken als die mensen. Zeker hmm. nu niet. De matchen die nu komen zijn zo belangrijk voor ons. Wilt je die echt nog straffen ten koste van gewoon 30 goede speelminuten? Of misschien zelfs een volledige match soms? Ja, Ik persoonlijk niet. Hmm. Ik vind dat niet waard. Oké. Okay. We zullen zien of dat hem speelt tegen Osten. Dat is de volgende match. Dus yes. snel. Het vijfde brug is klaar. Eindelijk. 45 minuten op moeten wachten voor een goede breuk, ja. wat het me? We... Ja, Oostende. Belangrijkste, eerst en vooral zonder fans. Ja. boycot Ja, ik boycott ook. Ik kan nooit nog het matchen. Maar... En nu wel. <laughs> nu ga ik, maar ik boycott. Ja, zo ben ik. Er is al veel over gezegd en geschreven. Ik uh, denk dat iedereen het protest aan zich wel terecht <laughs> vindt. Een match om, uh, uur is om, wat duur het? Half zeven, midden van de week. Dat is Van den Nangt. Jij kunt dat beter zeggen, <laughs> uh, Penny. Wat is dat? Van den Nangt. Wat? <laughs> het is een kalote. Met um, zijn laffert. Maar <laughs> gaan we. Gaat er letterlijk niemand zijn? Of gaat er zo ene gast of griet? Er is zo'n spandoek op. Hangen? Of gaan ze weer op de parking staan? Dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan ook. <laughs> nee, ik denk, uh, denk niet dat er bussen gaan vertrekken. Maar dat is wel voor de Antwerp Is dat de eerste keer, denk ik, dat, dat effectief gelukt is om een 100% boycott te doen. Dus chapeau aan de alle organiserende instanties. Ja, dat zo. Vroeger was dat wel opgeroepen en dan ging zo de nerft van de mensen en dan had dat nul effect Dan ze zeiden persoonlijk van nou is me wanig vandaag en dan denk ik dacht je moet wel een briefje geschreven over waarom en zo en, uh, allemaal uh, <laughs> uh, genegeerd uh, dus dat is al een paar keer gebeurd ik kan me zo op tienen herinneren en zo, dat er dan toch nog een bus uh, of twee vertrok en dan denk je ja, echt tristig een boel Bon. ik ben blij dat het dan nu gaat. Maar om op tijd in Austin te geraken, hoe laat moet je dan potentieel vertrekken in stad? Op bus. de woensdag. Tijdens de spits? Ja, vier? Al Je zit er altijd wat vreugder, hè? Ik zou toch wat stress hebben als ik om vier uur vertrek. Tijdens ah, toch de spits. ja, nog, nog vroeger. Ja, dat is helemaal oplozen. Toch? Wie werkt net dat veer? Ja, okay, ja, iedereen mensen. moet congé ja. pakken, hè. Oh, ja. Of ik je moet de hebben. Ja, ja. Ik snap Knaf het. Uh, ik vind het echt een, uh, een degoutant tijdstype. Maar oké. Okay. En dan valt antwerpen oost nog mee als je bedenkt dat je dus ook... Uh, weet ik wat. Genk, uipen. Ja, hebt uh, mm. qua afstand. Of, uh, maar ik ben ook gelukkig voetballen. dat tegen is ze niet tegen ligt ander ligt. Ja, dat is ook waar. Ja. Dan had het, het geen een boycott geweest. Hmm. Het, het levert misschien iets op, want Lierse zou ook willen, willen boycotten de supporters van Lierse bij een volgende, volgende match. Dat las ik uh, net in, uh, in Gaz Gazet van Antwerpen. Dus het is vooral gewoon dat andere ploegen of andere supporters er ook iets mee doen. Dat als er niet één ploeg is... Dat het dan, want dan, dan is een druppel op een hete plaat. Uh, ik ben blij dat, we, uh, dat wij met onze goede away-support altijd en reputatie dat we dat als eerste doen, zo drastisch. Of toch als een van de, de eerste grote ploegen toch? Jo, we zijn Tenminste. niet de eerste, denk ik. Man. Nee, maar ja, er is een verschil als Kortrijk dat doet of als wij dat doen. <lacht> <lacht> ja. Mm -hmm. ja. Als, als het dan ah, ja, ja, nee, van Kortrijk dat... geen, geen bus inlegt uh, naar verplaatsingen, dan, dan is er ook geen bus van Kortrijk, denk ik. Ja, nee, maar dat, dat is een verschil. Hè. Mm -hmm. Zeker. Dus dan dus is gewoon top dat dat bijval krijgt en dat ze dat met steeds meer gaan doen. Ik weet niet of dat wel iets gaat opleveren, maar ja, je kunt niet anders doen. Je kunt niet meer doen als fan dan wat we nu doen. Hè. Maar het is, het is triestig. Ja, mm -hmm. Het is echt triestig. Ja, en als je op Twitter klaagt, dan, dan word je geblokt door de Pro League. En door, uh, Serieus? Dan kun, kun je, je geen samenvattingen meer zien. Nee, het? Nee. <laughs> Ja, die, die, die mannen hebben ja. echt niet veel nodig om, om je gewoon te blokken. Ja. Oh, wauw. een beetje raar. Ja. Hashtag ja. voor de fans. En dat vind ik echt heel speciaal. Ja. Is, um... Er mag geen discussie over gevoerd worden. Maar, over? Bo de, maar, maar er is wel het de aan het veranderen ook. Hè? Want hè, die, die zondagavond laat wedstrijden, die worden dan stilletjes aan aangeschrapt. Dus dat is toch iets. Dus het is niet veel, maar, maar het is toch wel een stap. Ja, in de goede richting. Iets. Ja, dat, dat moet je er wel... tussen al het cynisme, dat moet je ook wel durven, durven ja. vermelden, natuurlijk. Hè. Uh, Gewoon doen eigenlijk in de Bundesliga. Wat daar kan in de Bundesliga... Die hebben we nog altijd maar twee, drie uh, speelmomenten, denk ik. Ja. Als dat daar kan. Dus misschien dat je kan in dat niet het maar... Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik weet ook de reden waarom dat allemaal zo gespreid is, maar ze moeten echt wel mee rekening houden ja, met de gewone minks die naar het stadion wil gaan. Mm -hmm. want anders blijft dat spel niet duur. Je kunt de mensen maar zo hard het nijpen. Dat is ja. helemaal leeg. Zijn. Ja. Ik ga de match ook niet kunnen zien, omdat ik dan op de trein terug naar huis zit. Dus het zal uh, via de radio worden. Dat is uh, jammer. Old School. Ja. Old School, zou wel. Kunnen we hm? Kun niet streamen? Kunnen we niet streamen? 4G? Die, dat, dat is niet. Dat is niet aan nee? het beste, die lijn. Nee, okay. niet altijd. dan moet al er zo'n blinde vlek. Dat, uh, nee, onmogelijk. <laughs> uh, bom, blinde vlek is ook mijn kennis over Oostende, Thomas. Misschien dat jij. Uh... Oei. Uh, kijk, kijk naar mij. Ik had, de, de penny was afgevaardigd in statistieken opzoeken. <laughs> ik, ik, ik heb zo snel een kwartier voor de uitzending mijn huiswerk een <laughs> beetje gedaan. Maar perfect. Ik zal het, ik zal het kort samenvatten. Als je nog andere statistieken wilt, ja, pech, ik heb ze niet. Um, <laughs> Oostende staat mee onderaan met 17 puntjes. De laatste vijf matchen hebben ze er vier verloren, waaronder ook nog een uh, 6-0 tegen Westerlo. Ze hebben Yves Van der Rage 4 matchen geleden buiten gekieperd. En die nieuwe Talhammer, die bakt er niet veel van, want die neemt een 0 op 12. Um, de onderlinge duels. 3-0 gewonnen, 1-2 gewonnen, 3-0 gewonnen... 1-2 verloren en 1-1 gelijk. In de laatste twee matchen hebben ze twee keer rood gepakt. Dat All heb right. ik gevonden. Even snel, ja, even kort. Ik heb het even ook even geteld: sinds in de laatste negen matchen tegen Ostende dat wij hebben gespeeld, hebben we er maar één verloren. En dat was inderdaad 1-2 in 2021. Uh, was dat een was verkouteren? Ik denk het wel, hè? verkouterbal. Januari 2021. Maar je is... kunt er ook andere statistieken even pleuren, hè? zoals het feit dat wij op verplaatsing gewoon niet meer winnen. Is dat? zo? Speelt dat mee? Ja, dat is, dat is, dat is waar. Op geen keer gewonnen natuurlijk, maar ja, dat is. Ja, dat, zit aan, dat is een, een ander lijstje. Nou. <laughs> dat telt niet. Ja, dat telt wel. Ja, ja. Uh, Wim Smit is een arbiter blijkbaar. Smit. <laughs> dat is hem. Uh, nice. uh, ja, wat kunnen we nog zeggen? We zijn uh, zeer hoog favoriet voor deze match. Oh. En bij Ostende speelt onze vriend Pierre Dwomo. hij speelt spelen? ook effectief. Ja dat, ja, dat weet ik dus niet. Nee, ik, oh. ik wil zeggen, hij heeft, hij heeft al minuten niet gemaakt voor Ostende? Ik weet mm -hmm. niet wat hem speelgerecht is tegen ons. Dat zou ik niet leuk vinden. Dat heeft altijd te maken met of dat Antwerp nog een deel van zijn loon betaalt, maar dat is, ja. dat is niet aangekondigd, dat is niet duidelijk wordt naar mijn weten. gecommuniceerd. Dat is meestal gecommuniceerd. Dus we zullen het zien of hij in de selectie zit of niet. Dat is, eh, naar ja. mijn weten, ook nog niet gecommuniceerd door volstenden. <laughs> Allemaal niet nodig. En die missen een paar jongens, die een uh, Magian, de, dat is wat die een björn vlemings achtige mm -hmm. middenvelder. Uh, Hornby, Robbie Dazen en Vanos Catelaris. Dit allemaal volgens transfermarkt. En die zitten er al wel eens glansrijk naast. <laughs> Ik geef het maar mee. Ja, Vorige keer was dat toch nog. En dat was de laatste aan. Dan, dan wisten we dat zelfs niet. Schandalig. Uh, en Thierry Ambrose speelt daar. Dat was het was begin van de transferzomer: dat hij gel ja, ja. gelinkt werd aan ons. Mm -hmm, ja. Dat wij allemaal. Een beetje schrik hadden dat het effectief zou komen. Die pakte dus dit is een ook niks van. Wat kunnen we er eerst nog zeggen, jongens? Kostende. We... Waar ligt dat, dat zelfs? <laughs> een hè? Ja. 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 Een C'tje. Ja. Uh, die in Hornby, die, in, die heeft er wel vijf binnen gestampt. De volgende is Batsner. Nick Batsner. Dat is een scheldwoord, hè? Uh, die, heeft, die heeft ook een paar keer gescoord. Nu, ja, winnen, hè? <laughs> ja, dat, dat lijkt me altijd de bedoeling. Maar het moet lukken nu. Het moet lukken. Ja. denk, een, een goede 0-2. Is, is er een gevaar, ook in de kopjes van de spelers, met dat hele moeilijk programma dat we hebben, dat nu zo is: oh, het is maar tegen Oostende? Nee, ik denk dat deze eerder een, een match is waar dat ze die drie punten echt moeten hebben. Toen komt de frustratie dat... van tegen Union, jongen er helemaal afreageren op, uh, op de kustboys. Het wordt, wordt 0-9. 0-9. 0-9. Acht ja. ja. goals van vrij. Oké. Ga je daarop uh, op inzetten, Thomas? Het is al gebeurd. Locked and loaded? Dat nee, is het niet. Ik heb nog nooit een wetenschap in mijn leven afgesloten. Maar uh, geen... na nou wel. Na nah zijn ik zeker. <laughs> Met de, de hypotheek van mijn huizen. Dat is een no-brainer, Nou, ja. <laughs> Na zijn ik zeker. Uh, ja, ik hoop op dat scenario. En ik kan me voorstellen dat een de, dat de bommel ook een beetje gaat roteren. Allee, ja. Met de spelers die voorhanden zijn. Uh, dus dat een bataille wel zou starten. Uh, en wie weet, een vrij ook ineens. Mm -hmm. En een Scott misschien in de plaats van een Nikkelkamp of Stinks. Bataille die zijn ex-ploeg helemaal kapot speelt. Het zou, uh... zou mooi zijn, ja. It zou mooi zijn, Daar teken ik voor. Want voor de rest, wie, wij, wie, wie gaan wij opstellen? zegt Thaddeus. Penny. Hmm. Boutée in de goal. Bataille, alderwereld, Pacho, uh, Avila. Uh -huh. Vermeren. Stinks. Niet ik twijfel. Ja. Nee. Gerke, Scott, Ekkelenkamp. Ja, dat is het. Als keuzes. Uh, ik denk dat hij uh, hem gewoon Ekkelenkamp gaat zetten. Zo. Ja, dat kan best. Hè. Ik, ik vertrouwen denk vertrouwen dat hij hem de laat denk. gewoon terug gaat zetten. Ja. De laat, wacht, in plaats van bataille. bataille. Ja, dat denk ik wel, omdat, uh, omdat je met bataille op de bank. je kunt je van achter zetten, je kunt die je van voor zetten. Maar je kunt te laat eigenlijk overal zetten. Perfect, tweevoetig, kan in de spits spelen. Maar uh, ja, in het hoofd van Van Bommel zijn die opties toch wel beperkter. En omdat je dan toch met zo'n kleine kern zit, is dat wel nuttig om een polyvalente speler op, uh, op de bank te houden. Mm. Oké. Okay. Maar bon, ik voel het mij, wel, nee. Van mij mag bij starten, maar ik verwacht dat niet Opa. per se. En van voor Moeja Bali vrij. Zou maar dat Moeja ondertussen echt al een basisspeler is geworden. Daar had ik nou echt niet in gezien in de jongen. Er is ook niemand anders, hè? Ja, ik zou practie vragen wie gaat die aanbrengen? Simba. Stimba. Oh. Ik, ik beantwoord jullie vraag. maar. <laughs> Ja, je hebt ze beantwoord, maar op een andere manier <laughs> dat je misschien had bedoeld. Ja, Nee. <laughs> ik vond de Simba trouwens wel, wel redelijk goed invallen. Trouwens. Ja. En dat zeg ik niet gemakkelijk Zabba. over onze vriend Bruni. Um, Valencia zou die dan al terug zijn. Dat is echt frustrerend, dat man. Al die, mm. die geblesseerden. Jesus. Zou je dat je met een Yusuf en, een, en een, een, een Vines en een Engels en een Valencia allemaal op de bank kunt zitten? Dan moet alles oh. kapot. Dat is een wereld van verschil. Maar... Ja, echt. Dat is oh. zo. Voor de rest, transfernieuwtjes vallen er buiten dan vrij amper te, te bespeuren. Hè. Ja, uh, ja. Wat geruchten, een beetje van voor, een beetje van achter. Maar zo niks concreet, dat had ik niet verwacht. Ik had wel mm -hmm. iets verwacht, voorlopig. Ja, dat is Marseille. Zo zou dat te maken hebben ook met het feit dat Overmars... Uh, alleen ten... een, ik weet niet meer wat maar een, een infarct. Een klein. Gezicht, een klein. Dat je ziektes toeschrijft dat het niet heeft gehad. Uh... Dat kan toch uh, bijna dus, niet er anders stond dan, een, dan dat een daar. Een klein infarct. Ik weet niet of het herseninfarct of hartinfarct wel mm. nou, voilà. Dat klinkt niet tof. Nee, uh, nee, 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 nee. Het zou zo... wel een effect hebben, hè? Op zijn minst een vertraging. Hè? Nou. Het bepaalde... ja, stond er ook duidelijk bij dat hij uh, een hele tijd voor zichzelf ging, uh, ging nemen. En terecht, uh, <laughs> Dan mogen we, de... we mogen een infarct natuurlijk niet onderschatten. Um, nee, ja. Het is natuurlijk wel zo, Ploeg als antwerp er zal wel altijd een heel team mee bezig zijn. Maar ja, dat zal, wel, dat zal wel een effect gehad hebben. Ik ben wel benieuwd of er nog iemand bij komt uh, of vertrekt. Nog twee weken, ik kan nog veel gedreven. Ja. Uh... Zal ik nog een paar vraagjes van de Instagram stories naar jullie toesmijten? Als afsluiter, Sure. Eind. de Jan Govaerts vraagt of dat we niet beter Thuma en Van Zaire zouden kopen als we die bekerfinale willen spelen. Thuma wel, Van Zaire niet. Je moet niet komen. Die is mentaal <laughs> toch kapot gemaakt op Capelle. Ondanks die diagon nu. Van Zaire in, in rood-wit tenue, dat zou. Uh, Nee, dat, dat zou ik niet jij zien. Okay. Dat niet? moet je niet. Penny, de nieuwe Torps vraagt dat we met moeia in de basis voor de titel kunnen spelen. Ja. Oké, okay. makkelijk. Dylan, is uw doos Rosea leeg? Vraagt zich. <laughs> is dat een een rose, <laughs> we we hij met je rosé vriend Rosé, jouw Rosee. Ik ga het Er zit Er zit nog in. Er, er zit nog in. Penny had Avadongo het verschil kunnen maken. Hij vraagt: Summerino? Nee. Junior Pius is vrij hè? Ja, al vier maanden. Het is nog niemand opgevallen. Mij wel. In mijn lijstje staat hem. Ah, hier de laatste vraag. Dylan, is het misschien een gedacht dat een Hans een scheidsrechterscursus gaat volgen? <laughs> um, Om onze vriend te vervangen, hè? Hoe noemt hem, Fromage, Lappers. Dat is een gedacht. Moet Voila, alle, alle intelligente vragen van onze intelligente medefans beantwoord. Oké, okay, bij deze. Um, nog een, een laatste woord, Penny, Thomas. Mm, nee, nee, nee. Come on, Kim come you reed. Het wordt nul via. <laughs> Het is juist vast nog nul echt, jongen, laf wordt. Ik Ik bedacht mij plots. Toch oppassen met die, uh, die bedjes, uh, Thomas. Ja. Um, goed, mannen. Merci om uh, deskundig uh, terug te blikken en uh, vooruit te kijken. Tot woensdag in de zetel. Yes. Allemaal bij nee, de film. Zeg maar dan. madame. Oh, preus. Hey, <laughs> niet overdrijven, <laughs> beste luisteraars. U bent ook welkom. Graag eh. <laughs> Tot dan, of anders de volgende keer in De Vierkante Paal. Salut. Oh. Heel